Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een uitgebreide review van de Huawei Ascend G510. Nou, om te beginnen gaan we natuurlijk beginnen bij het uiterlijk. Het uiterlijk is niet zo bijzonder, het ziet er niet zo heel erg prachtig uit. Er zit hier een grote ring om de camera, vraag me niet waarom, ik vind het er echt niet uitzien. Dat maakt niet uit. Er zit hier een klein een microfoon, ik weet niet wat het is, maar als je een hoesje bestelt, dan houden ze daar niet rekening mee. Dus ik weet niet wat voor toegevoegde waarde het ding uiteindelijk heeft. Maar aan de zijkant zie je de powerknop, de knop om het volume harder te zetten en zachter. Dit is nogal verwarrend, want als je hem in je broekzak hebt en je bent muziek aan het luisteren en je wil de muziek wat zachter hebben, dan druk je al gauw op de power button en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daardoor is dat een beetje verwarrend. Bovenkant, 3,5 mm jack, prima, gewoon voor muziek luisteren, kun je oortje doen. Je ziet dat er wat beschadigingen op zitten, dat komt omdat ik deze telefoon al een poosje heb. En daardoor kan ik ook beter mijn ervaringen delen met jullie. Omdat ik deze telefoon natuurlijk al een paar maanden nu al in ervaring erover. Nou, de onderkant, zie je de microfoon zitten, prima microfoon, bellen werkt allemaal prima. Nou, en dan zie je de terugbutton, de homebutton en menubutton. Er zit Dolby Digital in, dat is beter geluid, maar je kunt dat aanzetten in de geluidsspeler zelf. Maar ik vind dat het niet veel toegevoegde waarde heeft, aangezien de microfoon of de speaker niet de beste speaker is, zeg maar. Dan gaan we nu over op het uiterlijk. Nou, en wat meteen al opvalt is als wij de telefoon aanzetten, Huawei heeft gewoon die hele interface heeft hij er gewoon uitgesloopt. En ik vind het echt heel lelijk. Ik vind het er niet mooier op geworden. Maar gelukkig kun je gewoon in de App Store kun je gewoon een launcher downloaden, zoals Nova Launcher of zo. En dan heb je wel gewoon een normale versie van Android. Dit is Android 4.1 trouwens. Ik zal het jullie even laten zien. Android 4.1.1. Je ziet dat de Huawei G15-0100 is. Er zijn meerdere uitvoeringen van. Er is ook een uitvoering met 1024 MB RAM. Hier zit 512 MB RAM in. Maar de 1024 is niet in Nederland verkrijgbaar, dus dat is een beetje jammer. Want hij is van Vodafone. En Vodafone, die denkt dat hij het goed geregeld heeft, moet je kijken. Dit is allemaal blootware. Dit heeft allemaal Vodafone. Dit is allemaal van Vodafone. Je ziet allemaal dat tekentje van Vodafone erop staan. Heel slecht. Hele telefoon wordt van volgespamd. Gelukkig kun je het wel verwijderen. Maar het is wel irritant dat je dat elke keer als je telefoon reset, dat je dit weer allemaal eraf moet gaan gooien. Want ik heb mijn telefoon gekocht voor Vodafone. Toen heb ik hem gelijk geunlocked zelf. Dus ik heb er niks gehad aan die Vodafone apps, want ik heb helemaal geen Vodafone erop staan. Dan gaan we nu door op het scherm. Nou, dit is een IPS LCD scherm. Het is 480 bij 854 pixels. Dat is voor een 4,5 inch scherm niet de hoogste resolutie. Maar je ziet het misschien op de camera. Maar ik zie geen pixels. Het ziet er prachtig uit. Het is heel mooi afgewerkt. Het scherm. Ja, het is mooi, maar het is niet dat je HD video's kan kijken hierop ofzo. Maar het is voor een scherm van 4,5 inch is dit voldoende. Gaan we over op de processor. De processor is een 1,2 GHz dual-core Qualcomm processor. Nou, Qualcomm processors, dat zijn niet de snelste processors. En dual-core, je hebt ook de G525 als ik het goed zeg. Die heeft een quad-core processor. Dat is toch wel een stukje sneller als een dual-core processor. En dat is toch wel qua dual-core, dat is niet echt voor de gamers. Dat is niet daar echt voor bedoeld. Je kan niet zo'n Subway Surfers of zo, dat kun je daar niet vloeiend op spelen. Maar voor de rest, het is prima om gewoon als telefoon gewoon kunnen WhatsAppen en zo. Daar is hij allemaal snel genoeg voor. Gaan we over op de accu. Nou, de accu, dat is toch wel het grootste minpunt van deze telefoon.
Het heeft een 1730 mAh per uur accu. Dat is voor een 4,5 inch telefoon heel klein. Kan ik je vertellen, als ik echt gewoon veel op mijn telefoon zit, dan kan ik er een driekwart dag mee doen. En daardoor zie je op de achtergrond, ik heb de JBL Charge gekocht. Daarmee kun je portable kun je telefoon opladen en daardoor laat ik hem altijd op in mijn tas als ik op school zit. Dus dat is wel ideaal en daardoor is deze telefoon, want als het op de accu aankomt, dan is het een slechte telefoon. Maar hij is echt gewoon, het is gewoon een prachtige telefoon voor de prijs. Maar ja, de accu is natuurlijk niet zo goed. Je kan natuurlijk wel gaan kijken of je misschien een accu kan vinden op internet die iets meer mAh per uur heeft en dan ook gewoon hierin past. Dat zou wel mooi zijn. Maar gaat het nog niet worden, denk ik. De camera. Nou, we kunnen er wel even heen gaan. De camera is niet zo speciaal. De camera is, als het niet zoveel licht hebt, dan gaat die een beetje vlokkerig worden en dan mist hij heel veel frames. Maar je ziet nu dat het er op zich nog wel mooi uitziet. Ik zal jullie nu even een file laten zien die ik heb geschoten net buiten. En dan kunnen jullie zien de kwaliteit van de foto. Dit is in jullie een video van de Huawei Ascend G510. Het geluid komt van het toestel zelf. En ik probeer hem nu zo recht mogelijk te houden, zodat je het goed kan zien. Nou, de kleuren werken goed. Ik kan ook even inzoomen, dat doe ik door op het scherm te punchen. Het wordt er niet echt heel erg scherp op ofzo. Dat is allemaal prima. Dus, voor scherm. Ik vind dat de camera wel goed is. Maar bij niet zoveel licht, kan ik misschien wel even laten zien hier. Nee, dat weet ik niet. Het is hier nog te licht. Maar ja, je kan nog wel zien. Het is een prachtig scherm. Werkt prima. En dat is goed gekeurd. Ja mensen, ben ik weer. Jullie hebben de video gezien. Ik heb ook twee foto's erbij gemaakt volgens mij. Maar als jij net hoorde toen ik de video aankondigde, toen zei ik van ik ga een video schieten en dan zien jullie de foto wel zo. Nou, dat klopt natuurlijk geen zak van. Dat is ook gewoon dat ik nu gewoon even wat over de telefoon moet gaan vertellen. En daardoor schiet ik me wel eens het woord bij dat ik denk van waarom zei ik dat. Oké, maar de camera. Ja, ik vind hem prima. Ik vind de camera prima. Er zit ook een voorkamer in. Ik zal het jullie even laten zien. En dan zie je de camera als het goed is. Nou, de voorcamera niet zo speciaal. Zoals je ziet, hij hapert heel erg. En de voorcamera, het is genoeg om een selfie te kunnen maken of zo. Maar om echt mee te gaan skypen of zo, daar is het niet echt voor bedoeld, denk ik. Want de kwaliteit van de voorcamera, dat is niet het beste. Dat is 0,2 megapixel. Nou, de achtercamera, die is 5 megapixel. En dat is dus iets beter. Maar ik hou erbij. En ik zeg het heel vaak. Mensen die zeggen, ja, die heeft een zoveel megapixel camera. Dat voegt niks toe. Het heeft ook heel veel aan de software te maken. Als de software gewoon kut is, dan kun je ook geen mooie foto's meer maken. Nou, toen ik de telefoon gekocht had, wat ga ik een hoesje halen. Viel me vies tegen. Je kunt bijna nergens hoesjes krijgen als accessoires voor deze telefoon. Het is een beetje raar, aangezien het best wel een populaire telefoon is. Maar dat komt ook gewoon omdat Huawei is een merk dat is gewoon aan het opstarten. En er zijn nog niet zoveel accessoires voor. Het komt allemaal wel. Maar het is gewoon de accessoires die er zijn. Dat zijn niet de beste kwaliteit accessoires. En dan kom je al gauw weer op Chinese sites uit natuurlijk. En qua accessoires is het niet zo, dat moet nog allemaal in bloei komen. Nou, conclusie. Wil jij een telefoon van 4,5 inch scherm met een wel aardig scherm. En je vraagt niet zoveel van de processor. En je gebruikt hem niet te veel omdat de accu is niet zo heel erg hoog percentage aan mAh per uur. Dan is dit een prima telefoon voor jou. En geef jij niet te veel om de voorcamera, achtercamera
dan als jij gewoon alleen een foto of een videootje wil maken voor Facebook, dan is dit een prima telefoon voor jou. Nou, heb jij nou wat aan deze video? Kon je er wat mee opschieten? Alsjeblieft, zet dan even in de reacties dat of ik het meer video's moet maken. En even liken, even subscriben, want als jullie zien aan mijn subscribers. Ik ben net opgestart, ik heb het kanaal gisteren aangemaakt. En ik kan dus wel wat subscribers gebruiken. En ik wil dus ook misschien een review gaan doen over mijn speaker, over Sony. Nou ja, zoals je ziet hier, de iPod, dat gaat hem niet helemaal worden. Die is een beetje kapot. Blackberry, nou ja, Blackberry boeien, dit is allemaal dat is 100 jaar geleden. En dan zie ik jullie misschien wel in mijn volgende video. Aju.